Hallo dames en heren, welkom bij deze act. We weten het allemaal wel, in deze lockdownperiode hopen we allemaal op vakantie te kunnen gaan in juli of augustus of in juni zelfs al. Zwart, ja, dus de zomervakantie bedoel ik dus. Heeft u uw vakantie voor deze zomer al geboekt, dames en heren? U wel? U niet? Ik nog niet? Nee. Waar gaat u vaak naartoe tijdens de zomervakantie, dames en heren? Normaal ga ik altijd naar Spanje. Maar dit jaar ga ik misschien kiezen voor een vakantie in eigen land. En omdat u in deze tijd een beetje humor kan gebruiken, gebruik ik deze humor in deze act om jullie te entertainen. Iemand reisadvies voor mijn reisplannen van dit jaar, dames en heren? Ik ben aan het twijfelen tussen woon Cameroen dus, en Berging aan Zee dus. Ja, woon Cameroen is leuk, lekker knus en warm. Maar Berging aan Zee is ook leuk. Maar ja, altijd zo donker daar en meestal koud en kil. Ik kan niet zo goed kiezen. Weet u? Wat zegt u? U raadt mij woon Cameroen aan. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik nog niet. Nee, ik nog nooit, nee. Wat zegt u? U raadt mij Berging aan Zee aan. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Ik zou natuurlijk ook naar Costa Casa kunnen gaan. Altijd warm en zonnig. En heel erg rustig naar het schijnt. Houdt u daarvan? U wel? U niet? Of naar Maupelouse. Op dat gras kan je dan je tent opslaan. En kamperen. Houdt u daarvan? U wel? U niet? Ik wel. Of naar Saint-Kernis? Tja, ligt dat niet onder de pannen? Of nee? Zou ik niet beter naar Tuinezen gaan? Schijnt leuk te zijn voor wie van tuinieren houdt. Houdt u van tuinieren? U wel? U niet? Ik wel. Maar persoonlijk zou ik dat niet op vakantie doen. U wel? U niet? Of kan ik niet naar ze allemaal gaan? Zo moeilijk om te kiezen, hè? Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik van wel, ja. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest?
U wel? U niet? Ik nog nooit, nee. Wat zegt u? Nieuwe Rams of Onder de Pannen is ook leuk om naartoe te gaan. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? U overweegt Bankhof? Dat kende ik nog niet. U wel? U niet? Ik niet, nee. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik nog nooit, nee. Zullichem is ook licht. Zullichem is ook leuk, zegt u. Vindt u dan wel? Vindt u van niet? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Canta della Grachta is ook de moeite waard, vindt u? Vindt u van wel? Vindt u van niet? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Bankhof is ook leuk, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Costa del Peluze is ook mooi om te bezoeken, zegt u? Dat kende ik nog niet, nee. Costa mijn gazon, dat kende ik wel, ja. Zolder of Costa del Zolder is ook leuk, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. La Corniche ligt onder de pannen. Is ook leuk, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Il Giardino is ook leuk, zegt u. Dat kende ik nog niet. Nee. Maar wel Tunesia. Tunesië. Of Costa mijn tuin. Dat kende ik wel, ja. Wat zegt u? In de keuken nabij casserole en de pannen? Perfect voor wie ervan houdt om uren in de keuken bezig te zijn. Doet u dat graag? U wel? U niet?
Persoonlijk doe ik dat niet graag als ik op vakantie ben. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? Wij gaan naar Rundhausen. En Balkonia is ook leuk, zegt u. Balkonia kende ik wel, ja. Wat zegt u? Wij gaan naar Veranda, onze veranda. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? Wat zegt u? Ik ga naar Zetelgem. Wc-ius en Bethlehem, de slapende paters. Perfect voor wie graag een rustgevende vakantie heeft. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? La Balconière schijnt een prachtig uitzicht te hebben, vooral bij zonsondergang. Ligt dat aan Balconie? Ligt dat aan Balconia? Of ligt dat aan Costa Mijn Balkon? Weet u het, dames en heren? U wel? U niet? Ik weet het niet. Nee. Wat zegt u? Nergens huizen vlakbij middle of nowhere? Perfect voor wie van een rustgevende vakantie houdt. Lekker rustig daar, hè? Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik ook. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? De graskant of Bouillon-l'Église, Tanzania, Helsinki, Islamabadkamer, Schuurmonnikoog, Toiletland, Sierra Leone, Keukenhof, Parijskast en de Balkonlanden zijn ook zeker de moeite waard, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Costa Corniche is ook mooi, zegt u. De regio op en rond Terrazia is ook mooi. Met wat zon, zegt u? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel?
U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Een paar palmbomen in de living. Wat zand bij van tout halen en een strandstoel zetten en voilà, je zit op een eiland, zegt u. Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik ook. En met deze lockdown, waarin we al zo lang binnen zitten, zijn heel veel mensen nogal creatief bezig. Mooi jardin, rustig en stil, zegt u. Graskam is ook mooi, niet ver van Nieveran, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet. Nee, nog nooit. Wat zegt u? Ik ga eens naar wc-kistan. Schijnt mooi te zijn en veel wc-rollen om te bekijken. En het ligt aan Costa del Toiletrol, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Maar ik hoop dat u daar wel veel wc-rollen gaat vinden. Omdat ze momenteel nogal veel zijn aan het hamsteren in de winkel. Weet u? De balkonlanden zijn ook leuk. Met die balkonfeestjes, zegt u. Tja, ik weet niet wat uw mening daarover is. Ik hoop dat we in de zomer wel terug kunnen gaan feesten, maar momenteel met dit virus is het niet echt aangeraden om feestjes te geven. Ook geen housewarming party of lockdown feestjes of zo. Maar de balkonlanden zijn ook leuk met die balkonfeestjes, zegt u dus. Vindt u dan wel? Vindt u dan niet? Wat zegt u? Als ik van kamperen houd, dan moet ik zeker gaan naar Camping Kitchen, zegt u. Houdt u van kamperen? U wel? U niet? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Wat zegt u als ik van een zee- en strandvakantie hou? Dan moet ik zeker gaan naar La Plage, zei Corniche. Is een aanrader naar het schijnt. Ligt dat aan Côte de Corniche? Houdt u van zee en strand? U wel? U niet? Ik wel. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit.
Wat zegt u als ik van uren in bad in de badkamer hou? Dan moet ik zeker naar Bad-Amerika gaan? Met zicht op het water en daar gaan wij ook naartoe, zegt u? Ja, van een bad nemen hou ik wel. Maar op de meeste plaatsen op vakantie hebben ze niet altijd een bad, meestal een douche. Een bad nemen, houdt u daarvan? U wel? U niet? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? Rundumhuizen, 24 uur van zolder en niet verhuis, is ook de moeite naar het schijnt. Costa del Veranda, zijkornis is ook leuk. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? Ik ga naar de Malediven. Mozardij, zijkernis, onder de pannen, dat is dicht bij Nieuwerans. Lekker rustgevend, daar zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Wat zegt u? Chambre dormir moet ook mooi zijn. Maar vergeet uw zonnecrème niet. Het kan daar heet worden. Lekker rustgevend, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? Aan de drie meren. Zitmeer, Wilmeer en Niemeer. Moet ik zeker ook eens zijn? Het zijn er vier. Want u vergat, mag niet meer. Rustgevend, daar zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Zijkernis is de moeite waard, zegt u? Is dat niet dicht bij Cornis en dicht bij de pannen? Hoog en droog, altijd zonnig en warm en rustgevend, zegt u? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet?
Ik niet, nee. Nog nooit. Costa del Blues is ook de moeite waard, zegt u. Ligt dat niet aan de Costa Mijn Gazon? Rustgevend, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wat? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Wat zegt u? Nog redelijk wat kamers op de elektrische eilanden? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Wat zegt u? Als het weer wat mee zit, dan raadt u mij San Pelusia aan? Kelder à la Sol, zegt u. Is daar dan veel zon? En hoe warm is het daar? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Wat zegt u? In je tuin, heel mooi daar. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Uitstap naar Keldergem is ook de moeite waard, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Costa del Zolder, is het daar niet te donker en te koud en kil? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Bulgalerijen, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. WC-negel, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Amerikaner, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Côte de Jardin is ook een mooie vakantiegelegenheid, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee, nog nooit. Wat zegt u? Zou ik ook de Coronarische eilanden moeten proberen? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest?
U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Kenia, zegt u. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? Ik adviseer Playa Balconia. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Toilet à la planche. Raadt u mij aan? Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Wat zegt u? Het Gardenameer is ook de moeite waard? Tja, het Gardenameer. Dat kende ik nog niet. Vooral als ik hou van een rustgevende vakantie in de tuin. Gaat u daar graag naartoe? U wel? U niet? Bent u daar al eens geweest? U wel? U niet? Ik niet, nee. Nog nooit. Want ja, we hebben allemaal last van cornesitis en mag niet meer. Dus willen we allemaal op vakantie. We hopen dus daarom ook dat we niet op vakantie moeten gaan naar al deze bestemmingen die in deze act worden gebruikt. Maar dat we echt op vakantie kunnen gaan tijdens de zomer en dat het virus voorbij is. Deze act kwam er puur voor de fun en is ontstaan door heel creatieve ideeën die mij gestuurd werden als reactie op Facebook. Dank u daarvoor allemaal. Dit was mijn act, dames en heren. Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben genoten. Tot de volgende keer!